was het wel echt van, oké, de nieuwe Ranomi. En toen werd ik ook talent van het jaar, dus dat komt er dan ook nog, zeg maar, bovenop. Ja, dat schept ook wel een bepaalde verwachting en een drive om van, het moet dan wel laten zien. Op jonge leeftijd waren de verwachtingen al hoog. Maar jarenlang hielden mentale en fysieke problemen haar aan de kant. Hoe is ze uit dat diepe dal gekomen? Vooral die drijvende kracht die uiteindelijk haar door die moeilijke periode heeft gebracht. Ik denk dat veel mensen wel snel al eraf gaan. Dit is het verhaal van Marit Steenbergen op weg naar Parijs. We zijn op trainingsstage in Curaçao voor 3,5 week. Ja, dat. Ja, op trainingskamp kan je vaak gewoon net iets beter je training verrichten eigenlijk. Je hebt natuurlijk door me heen heb je helemaal niks. Je hoeft niet, ik ga sowieso niet naar school, maar je kan niet naar school en je hoeft geen boodschappen te doen, de was niet te doen. Dus wat dat betreft heb je gewoon net wat meer rust eromheen en heb je eigenlijk meer energie over ook voor je trainingen. En ja, om dat in de zon te doen, dat is gewoon extra lekker. Bedankt zwaai, want het duurt toch maar even. Je hebt natuurlijk een hele succesvolle periode achter. Kun je daar iets over vertellen? Ja, dat begon eigenlijk een beetje bij de WK Lange Baan. Ja, daar zwom ik eigenlijk echt al beter dan ik had verwacht. Ja, toen op de EK Lang, dat was gewoon echt, ik weet niet wat er allemaal gebeurde, maar dat was echt gewoon bizar eigenlijk. Ja, en dan de WK Kort, aan het einde van het jaar wereldkampioen. Ja, dat was wel nog even, even iets extra's eigenlijk, ja. Maar je hoort wel gelijk een ritme. Het is wel hetzelfde ritme. Ja, als ik hem gelijk in de rust aanzet, dan heb je natuurlijk al 10 seconden dat hij weer iets langer. Moet je dan weer ritme zwemmen? Ja, dat is het idee dat je dan zeg maar op ritme kan zwemmen. En dan zou je dat in de wedstrijd kunnen toepassen. Ja, ik kon een paar nummers uitkiezen. Heavy metal of zo? Nee, viel mee. Het was gewoon 50 cent of zo. Oké. Dus als jij zo heel lekker gaat in het water, dan heb je een goed nummer. Ik werk nu pas 1,5 jaar samen met Marit. Eigenlijk pas vanaf na de Spelen van Tokio, dus september 2021. Ja, goed zo, Thomas. Wij wisten allemaal als coaches ook en ook wel veel mensen in Nederland dat ze gewoon super getalenteerde vrouw of zwemster was. Ja, het heeft eigenlijk altijd ingezeten en het heeft een aantal jaren hebben we dat minder gezien. Ik denk vooral in haar perfectionisme en graag willen en ook wel in de veel eisendheid die ze best wel zelf eens neerlegt. Maar ook wel van buitenaf dat ze weet dat ze heel getalenteerd is en dat iedereen ook dat tegen haar zegt. Ja, dat schept ook wel een bepaalde verwachting en een drive om van, het moet dan wel laten zien. Ja, sorry. Ja, twee paar dames hier. Kijk, komt je dames. Ja, ik had niet het gevoel dat ik daar heel veel last van had eigenlijk. Maar ik denk dat het me onbewust toch wel meer heeft gedaan dan dat ik had verwacht. Want ik was toch wel 15 en toen zwom ik bij de European Games. Toen won ik goud op de 100 vrij. Ja, en toen zwom ik ook best wel hard, zo'n 53,9. Dus toen was het wel echt van, oké, de nieuwe Ranomi. En toen werd ik ook talent van het jaar, dus dat komt er dan ook nog, zeg maar, bovenop. Het kwam misschien niet heel erg binnen, maar ik denk dat het voor mij wel als een extra druk toch onbewust wel wat heeft gedaan. Want ik kan mezelf ook heel veel druk opleggen. En als je dan dat van buitenaf ook nog een beetje hoort en dan ook nog... Ja, vooral als je dan in Nederland zwemt, dan weet je dat de mensen op de tribune zitten die dingen van je verwachten. En, ja, ik denk dat het toch meer heeft gedaan dan dat ik had verwacht. Oké, we komen even een beetje op adem. Maar ze was ook nog niet uitgezonden hoor. Ze had echt continu altijd zoiets van, ik wil nog meer eruit halen. En dat is wel vooral die drijvende kracht die uiteindelijk haar door die moeilijke periode heeft gebracht. Want ik denk dat veel mensen wel snel eraf gaan. Ja, denk ik wel. Ja, dat is echt wel, ze was wel echt aan de bodem denk ik. Ja, ik moet voorstellen als iemand op zo'n jonge leeftijd natuurlijk naar Eindhoven komt en best wel wat tegenslagen. Het werk had in het begin, zowel qua blessure als qua prestaties die niet echt lekker liepen. Ook wel de druk van school die ze ervaarden en het combineren met topsport op jonge leeftijd.
Dus toen met haar ging samenwerken, toen heb ik in eerste instantie vooral de ruimte gegeven om haar plek te vinden en haar belastbaar te maken. Maar ik merkte toch ook wel in de winter van 2021, 2022 dat ze toch wel een paar keer een beetje tegen de lamp liep en ja, toch wat meer begeleiding nodig had. Dus dat hebben we bespreekbaar gemaakt en in eerste instantie gekeken of ze dat met onze begeleiding kon. Maar al vrij snel kwamen we er wel achter van ja, er moet wel echt wat extra begeleiding op. En dat heeft ze met open armen ontvangen. Dus het was er ook echt klaar voor om die volgende stap te zetten. In het verleden had ze dat ook al wel gedaan, maar nu was ze er wel meer klaar voor. Ik heb vooral bij mezelf dat ik probeer om er minder druk op te leggen. Dat ik niet meer denk van, oh, als ik dit zwem, dan is mijn wedstrijd goed. En als ik langzamer zwem, dan heb ik slecht gezwommen. Want dat is eigenlijk helemaal niet zo. Dus ik probeer meer gewoon van, nou ja, het zwemmen is leuk. En om meer zo een wedstrijd in te gaan, dan mezelf druk opleggen. Er zitten zoveel meer dingen in een race dan alleen de eindtijd. En best wel lang mee bezig geweest dat het was van, nou ja, ga dan meer op je raceverdeling of ga meer op je keerpunten letten. Maar dan zwom ik alsnog niet wat ik wilde zwemmen. Zei ik, ja, dat was slecht. Ja, maar hoe waren je keerpunten dan? Zei ik van, ja, ja, ook slecht, want ik zwom niet hard, zeg maar. En dat is helemaal niet zo. En dat is best wel iets wat je dan eigenlijk echt moet leren. Ja, dus en blessures en niet lekker in je vel zitten en de prestatie uitblijven. Veel van jezelf eisen. Maar niet... En ook wel sociaal gezien wel moeilijk op jonge leeftijd, maar ook wat later om in die groep te kunnen aarden, zeg maar. En dan wat onzeker word je daarvan en dan, ja, dan krijg je een soort van visueuze cirkel naar beneden. En dan was het heel moeilijk om eruit te komen voor haar. Ja, ik heb soms best wel als ik moe ben, ja, daar kan ik nog niet heel goed mee omgaan. En dan, dan ga ik me een beetje terugtrekken en dan heb ik eigenlijk juist een beetje sociale contacten en afleiding nodig. Maar dan ga ik me juist een beetje onttrekken aan de mensen en een beetje blijven hangen in dat ik me niet goed voel. Dus ik denk dat ik daar echt nog wel wat in kan verbeteren en dat ik dan gewoon ja, toch wel mensen opzoek. En het gaat echt steeds beter. En sowieso hier, want dan heb je een kamergenoot, dus dan gaat het wat makkelijker. Maar dat ik gewoon wat makkelijker afleiding kan zoeken. En ja, dat scheelt gewoon ook in de trainingen en er wordt allemaal wat lichter van. Ja, niet alleen maar focus op wat er moet gebeuren, maar ook gewoon een beetje ontspanning doen. En al kan je ook maar gewoon als je ergens mee zit even uitspreken, dan dat lucht al zo erg op. En gewoon even met iemand lachen of even een kopje thee drinken of weet ik veel. Gewoon iets kleins, dat scheelt al heel veel. Het ene wat je ziet is het voorste been. Zie je dat? Het staat wel in een hoek van 90 graden, die knie. Ja. Alleen je zet wel omhoog af. Ja, dat, ja, dus, nou ja, je wacht nog heel eventjes. Dus, ja. Ja, dus het enige wat ze willen is misschien dat je nog net iets verder die kniebuiging wilt doen. Patrick ziet het ook al denk ik goed als ik zenuwachtig ben. En daar moeten we elkaar ook nog een beetje in leren kennen. Want bij de WK was ik soms dan wel een beetje zenuwachtig. En dan is het een beetje zoeken van wat heb ik nodig. En zelf weet ik dat ook niet. Dus daar zijn we nu een beetje naar aan het zoeken van wat kan hij doen en wat kan ik ook doen richting Patrick. Als het even wat minder goed gaat. Als ik zenuwachtig ben of als ik even niet lekker in zit. En ik denk wel nu met de weg die Marcel was ingeslagen, maar ook wel met extra hulp die ze nu krijgt. Ook wel met de verandering van coach en de verandering van groep, hè? Want ze is in een andere groep terechtgekomen. Er zijn ook een aantal sporters gestopt die altijd boven haar zaten, die beter waren. Dat geeft wel ruimte aan ontwikkeling, zowel persoonlijk zijn, maar als ook wel dat je je prestaties kan laten zien. Want in het verleden had ze bijna geen mogelijkheden om halve finales of finales op grote toernooi te zijn, maar dat heeft ze nu wel. En dan meer gaan trainen. Nou, en al die dingen komen dan samen en dan, ja, dan merk je wel dat er heel snel al wel een heel positief resultaat uitkomt. Niet alleen in prestatie, maar ook wel in persoonlijkheid en persoonlijke ontwikkeling. Ik denk dat ik nog best wel veel ook gewoon te leren heb op zwemgebied, maar ook op mentaal gebied. En ik denk dat ik daar nu hele goede stappen in zet, maar ik denk dat daar nog wel gewoon echt wel winst in te halen zit. En dat is niet alleen rondom wedstrijden, maar ook gewoon in het dagelijks leven. En ik denk dat dat wel gewoon voor mij heel belangrijk is om mijn doelen te bereiken. En ja, voorlopig is er nog niet, is er nog geen medailles individueel op een WK of een Olympische Spelen. Dus zolang ze daar ook nog niet is, dan is de druk misschien ook nog niet zo heel groot voor haar. En ze is vooral iemand die wel gewoon van zichzelf veel eist, dat ze gewoon hard wil zwemmen. En, ja, we gaan echt zien of dat extra last met zich mee gaat brengen of niet. Tot nu toe zie ik dat nog niet. We gaan boven. Ja!
Maar Patrick is de vierde dan al 1-10. En we hebben naast een Jan en Verkotel van de jonge zwemster in de groep. En die is dan onderdeel van die 4x200 vrijslag. Ja, ik merk wel dat ze daar wel wat meer een voorbeeldfunctie voor is. En ik weet ook wel andere zwemsters in de groep die hebben gezegd van Marit, we zien jou wel als voorbeeld. Ik wil bij de WK lang eigenlijk voor het eerst finale halen op een lange baan toernooi. Dat heb ik nog nooit gedaan, dus dat zou wel echt heel vet zijn. En ik hoop dat dat gewoon dan de eerste stap is richting Parijs. Dat ik daar misschien nog de medailles mee zou kunnen doen. Dat is wel het doel. In de volgende aflevering. Ik denk dat we op die dag wel de optimale prestatie hebben gehaald. Het is dan heel rond naar de rand natuurlijk, maar we hebben gewoon die titel verloren. Die we 4 jaar lang hebben kunnen verdedigen. Dan merk ik toch wel dat ik de steun van die gasten toch wel heel erg bijzonder vond op dat moment.